De gemeente Breda heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de voortdurende files naar de binnenstad. De parkeerders met een abonnement worden bij wijze van proef op de zaterdagen 20 en 27 november verbannen uit de Baronesgarage. Zij moeten op die dagen parkeren in parkeergarage De Prins. Volgens de gemeente moet dit 110 extra parkeerplaatsen opleveren.